Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Dit is de reading voor de steenbok. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op mijn kanaal. Natuurlijk ook het delen van alle filmpjes, het abonneren. De liefdevolle, warme berichtjes die ik altijd mag ontvangen van jullie. Het zij via mijn website, het zij via de e-mail. Ook ontzettend bedankt voor de vele aanvragen voor privé-readingen en het afnemen van de verlengingen. Super dankbaar voor. Dan gaan we vandaag kijken dus voor de boogschutter. Begin van juli alweer. Van wat komt er? En hopelijk is het allemaal positief nieuws. Daarbij gebruik ik de Archetypes deck en de Gilded Tarot. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je het belletje aanklikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik zet meerdere readingen online per dag. En werk ook op zaterdag en op zondag. Zo graag doe ik dit. Nou, we gaan eens kijken. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Wat zijn de berichten voor onze lieve steenbokken? Als één. Een beetje last van mijn keel, misschien last van je keelchakra. Of dat je het moeilijk vindt om bepaalde gevoelens te uiten. Eens even kijken. Gnosis. En we hebben The Underworld, de onderwereld. Kijk hoor. Gnosis. Ja, nou, we stemmen al bijna helemaal weg. Ik krijg bij deze kaart het idee dat je keer op keer dezezelfde cirkeltjes aan het vliegen bent. Dus dat je misschien bepaalde cyclusie herhaalt. Je probeert er wel iedere keer een nieuwe draai aan te geven met al die kleuren. Je probeert je ergens gewoon uit te halen of iets te verbeteren. Ik denk dat het communicatief ook moeilijk is, moeizaam is. En ik denk, ja, iedere keer zoek je naar een oplossing. Om hier uit te raken. Dit is, is zoals het, jij het voelt. Dus een situatie die eigenlijk niet zo wenselijk is. Een situatie waar je niet blij van wordt. En je probeert keer op keer in oplossingen te denken om uiteindelijk uit deze cirkel te raken en dat je oplossing gevonden hebt. Nu gaan we eens even kijken. Wat is de gezamenlijke energie tussen de steenbok en zijn of haar persoon? Dan krijg ik de 7 van bekers. Je weet het eigenlijk niet goed. Iedere keer probeer je wat anders. Totdat je vastloopt. Of als je een mogelijkheid hebt. Dan is er heel veel dingen niet duidelijk. Wat ik zeg. Misschien proberen wat duidelijker te communiceren. Of de boodschap wat duidelijker over te brengen. Wat is de energie van de steenbok? Ik
wou bijna boogschutter zeggen. Dus misschien dat je steenbok in je ascendant hebt of in je Venus. En wat is de energie van de tegenpartij? Oké, eens even kijken. Dus volop in die onzekerheid, in die verwarring. Bij jullie liggen alle kaarten goed? Nee. Nou, je hoort Minxie ook communiceren naar de kleintjes toe, wat wel en wat niet mag. Misschien wat duidelijker op je strepen gaan staan, wat duidelijker je grenzen aangeven. Ja, heel veel verwarring, heel veel onrust. Het liefst raak je daar vanaf. Wil je deze cyclus beëindigen, dat is ook wat ik hier al zag. Cyclus en iedere keer weer proberen met een nieuwe oplossing te komen, zodat je uit deze cyclus raakt. Je bent degene die altijd investeert, altijd nieuwe ideeën bedenkt, altijd creatief wil zijn. Altijd, zeg maar, heel veel werk wil verrichten om het goed te krijgen, om het glad te trekken. Jij bent de katalysator, zeg maar, in deze connectie. En keer op keer wordt je hart gebroken, teleurgesteld, omdat je geen medewerking krijgt, omdat er de animo niet is, omdat je niet begrepen voelt, etc. etc. Het wordt tijd dat je dat gaat uitspreken. Dat je gaat zeggen van, het is genoeg geweest, ik stop er geen energie meer in, ik stop er gewoon mee. Ik zie geen oplossing meer. Ik hoor dat het voornamelijk goed is als je je energie hier uittrekt. En ook inderdaad even een time-out of echt een hele volledige break. Zodat de ander misschien ook beseft hoe het is als je er niet bij bent. Als je niet meer in hun leven bent. Pardon. Even mijn geluid afzetten. Want dat werkt erg storend. Hoppatee, dat is beter. Als we kijken naar de tegenpartij, hebben we de tovenaar. We hebben het wiel van fortuin. De koningin van staven. De twee van zwaarden. En de het oordeelkaart. De hatikil chakra weer. Nou, ze weten het altijd prima te brengen. En je hebt altijd weer te overtuigen van dat ze iedere keer hun medewerking willen verlenen. Dat ze iedere keer openstaan voor een voor een nieuwe suggestie, een nieuwe aanpak, een nieuwe benadering. Maar er gaat wat veranderen. Als jij het zelf niet doet, als jij deze cyclus niet beëindigt, dan gaat Spirit wel iets veranderen in deze zaak. Ze hebben veel passie voor je, veel liefde, dus dat is het gewoon niet. Maar ze zien het gewoon niet. Ze zien geen oplossing. Ze willen eigenlijk hun eigen zin doordrijven. Ze vinden het wel best zo. Staan niet open voor jouw oplossingen. Koud, afstandelijk. Emoties teruggetrokken. En met het oordeel moet er wat gaan veranderen. Aardengel.
Michael vindt het wel genoeg geweest. Je zit gewoon in een impasse. Je probeert iedere keer iets anders, maar je moet er samen aan werken. En als de een alles geeft en eraan werkt en de ander zich daarvoor afsluit, dan is het eigenlijk gewoon verspeelde moeite en dan is het beter om deze cyclus te beëindigen. Eens kijken of ik nog een advieskaart hierop kan trekken, want het is een vrij helder verhaal. Ja, als je hier een punt achter zet, dan krijg je hele mooie resultaten. En bezig erbij, al die tijd, die energie die je erin gestoken hebt. Spirit has a plan, dus er is een beter plan voor jou. Misschien vandaar ook het wiel dat hier ligt. Spirit heeft zoiets van, jij zit vast in deze cyclus, je hebt er alles aan gedaan. Dus of je stapt eruit, of wij helpen je een handje om hier uit te stappen. Want er ligt voor jou iets veel mooiers, iets veel beters. Je verdient gewoon veel beter. Heb vertrouwen in de zij. Wegen van spirit. Dus je wordt eventjes op een zijweg geplaatst. Kan goed zijn dat je zegt van, ik wil een time-out. Probeer hier heel wijselijk mee om te gaan en goed te overdenken van, je weet wat je allemaal gedaan hebt. Je weet hoeveel je geïnvesteerd hebt. Misschien moet je je plan wel helemaal veranderen. En je plannen bijstellen en denken aan een leven zonder deze persoon. Het wordt uiteindelijk ook tijd dat je jezelf gaat helen. Ik bedoel, iedere keer heb je dat je moeite doet. Daar put je hoop uit. En iedere keer word je weer op je hart getrapt. Dus het wordt ook tijd dat je aan jezelf gaat denken. Dus niet meer investeren, maar investeren in jezelf. En niet in deze connectie meer. Dat wil Spirit nu zien. Dat je terug in eigen kracht komt. Dat je je staande houdt. En dat je dus vanuit eigen kracht op eigen benen verder kunt gaan. Dus dat je ook niet afhankelijk bent van deze persoon. De boel opschonen. Voor duidelijkheid, helderheid. Kaart 28, maak 10. Beëindiging. Lucht klaren. En durf je die zet te zetten. Durf die sprong in diepe te maken voor je eigen balans, je eigen stabiliteit. Heb geen angst. En zet door. Misschien dat je daarom ook die heling nodig hebt. Om jezelf nog even te transformeren. Zodat je kan doorpakken. Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen als dit resoneert met je. Als je zegt ik wil hier dieper op inkijken. Dan kan dat. Naast de titel heb je een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je de link naar mijn website en ook mijn e-mailadres. Bedankt in ieder geval voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.